precies waar de schoen wringt, zoals ze zien op de A16 bij Dordrecht. Serviant Dani en Vincent staan op het punt om in te voegen als een achteropkomende Twingo dat doelbewust lijkt te blokkeren. Die snapt het niet, want die voegt in en vervolgens komt hij naast me rijden. Wij moeten er ook invoegen. Dus eigenlijk zouden die nou eens langs de kant moeten zitten. Ja. Zet maar aan. Volgend. Dat is echt het inzicht van een uitbij. Goeiedag. Hallo. Hoi. Hallo. Dani, ik ben van de verkeerspolitie. Hey, de reden dat ik jou even langs de kant zet. Eder idee? Niet mijn fout is. Wat zeg je? Het was niet mijn fout dat je niet ertussen liep. Nee, maar dat getuigt niet erg veel van verkeersinzicht. Ja, ik zie het anders. Ja? Hoe zie je het dan? Ja, omdat je iedereen moet voegen of gewoon moet wachten. Nee, ik moet een baan opschrijven, die auto is niet zo snel. Nee. Ik denk toch moeilijk een baan opschrijven. Dat bedoel ik, dat van weinig verkeersinzicht getuigt. Je hebt een grote vrachtwagen ervoor, er zit een auto voor ons. En jij gaat bij het eerste blokje ga je erin. En vervolgens zitten wij naast elkaar. Dan gaat de invoegstrook gaat ophouden, dan gaan we over naar de vluchtstrook. En dan zit jij naast mij. En denk ik, hou eventjes je keutel in. En vervolgens laat ons met z'n allen invoegen. En dan kunnen we allemaal met een bepaalde snelheid. Maar nu ben jij degene die, naar mijn idee, toch een hinderlijke situatie veroorzaakt. Terwijl wij niet anders kunnen. Het is niet zo dat wij hem ertussen kunnen prakken. En dat we hem ten koste van alles maar bij het eerste blokje willen invoegen. Nee. Ja, ik zie het anders. Als je heel even uitstapt, even met ons mee, even bij ons instapt, dan kijken we het even in en dan na. Kijk, wij zitten rond de 40 kilometer. Dat gaat nu omhoog. En dan voeg jij al nu in. Zit jij al, dan voeg jij... Ja, maar er was niemand achter, toch? Moeilijk achter jullie blijven, achter die vrouw, want nee, maar je helemaal geen vaart. Je moet vaart, maar wij kunnen toch ook geen vaart maken, hè? Dan laat je toch even een gaatje vallen voor ons. Dat ben jij, hè, die daar zat. Dus jij zit naast ons en dan... Op het allerlaatste moment. En wat me dan ook nog een beetje irriteert aan de andere kant... is dat jij heel druk zit te gebaren en helemaal zo zit te kijken. Verkeer is geven en nemen. Hè? Het is een samenspel. We rijden niet alleen. Nee, het is druk, dus je moet er gewoon rekening houden met elkaar. Ja? Ja. Het is ook, je krijgt er ook verder geen bekeuring voor. Het is gewoon eventjes om dat het ook anders had gekund. En heb je je rijbewijs alweer terug, of niet? Heb je je rijbewijs alweer terug? Ja, ja. Oké, okay. Want hoe lang is je bij hem kwijt geweest? 3 maanden. Ja, hè? Voor? Wat? Ja, ietsjes maar, hoor. Ja. 209, waar je 100 mocht. Ja. Op de A15. Maar je hebt even kijken sinds 2012 je rijbewijs, kan dat kloppen? Ja. Ja. En dan nou een keer kwijt geweest? Dus dan ben je nog steeds? Begin de bestuur? Ja. Ja. Is het midden? Nou. Wat mijn collega zegt, en dan nou wil je rijbewijs kwijtgeraakt zijn. Ik vind het een slechte zaak als jij in zo'n korte tijd het presteert al om zoveel aandacht te krijgen van ons. Ja, toch? Dan moet ik zeggen dat ik ook al. Ik word elke week 3 keer aangehouden. Ja, maar hoe zou dat komen? Niet omdat je nou zo'n mooi kapsel hebt, hoor. Het gaat ook een beetje om het verkeersinzicht. Juist. En dat het logisch is dat iemand die nog niet zo heel lang zijn rijbewijs heeft, verkeersinzichtelijk gewoon wat minder is. En daar is helemaal niks mis mee. Alleen. Ga niet op het randje lopen. Nee, overschat jezelf niet. Vragen? Dankjewel. Veilige reis. Dankjewel. Rustig aan, jongen. Dankjewel. Okay. En zo kan deze beginnende bestuurder zijn weg vervolgen. Laten we hopen dat de boodschap is aangekomen.